Shalom, Gavrim. Welkom, luisteraars, voor dit programma Een Woord van God. En we luisteren in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dat woord van God vinden wij, christenen, in ons heilig boek, de Bijbel. En ik ga vandaag met u een verhaal vertellen uit een van de vier evangelie, namelijk Johannes. We hebben vier evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, die ongeveer hetzelfde vertellen. Maar Johannes is een aparte evangelist. Ik noem het altijd Johannes, het evangelie met de dubbele bodem. En vandaag ga ik een verhaal vertellen uit het vierde hoofdstuk van Johannes. En dat staat boven de Samaritaanse vrouw. Maar lieve mensen, ik heb er eigenlijk een andere titel aan gegeven. Weet u, ik heb er boven gezet de vrouw van de lege kruik. En het gaat over Samaria. Als je van, zeg maar, van Galilea naar Judea gaat, van het noorden naar het zuiden, dan kom je over, dan moet je over de provincie Samaria gaan. En daar ligt een plaatsje Sichar. En Sichar was een hele bekende plaats en een kruispunt van culturen die zich daar ontmoeten. En daar bevond zich namelijk de put van Jacob en het graf van Jozef. U weet wel, Jozef, die door zijn broers verkocht werd aan Egypte. En die daar onderkoning werd en zo eigenlijk uit de slechte handelen van die broers van Jozef heeft God toch iets moois tevoren gebracht. Want het volk, het Joodse volk, werd zo gered van de ondergang. Want Jozef gaf hen te eten. Maar goed, dat is een ander verhaal. De put van Jacob, die ligt dus in Sichar. En nu waren de Samaritanen, waren wel Joden, maar ze, ja, die waren eigenlijk een beetje kat en hond met de echte Joden, de Samaritanen. Omdat de Samaritanen waren een beetje liberaal door hun ontmoeting met andere culturen, andere rassen, andere volkeren, hadden zij een andere opvatting over het Joodse geloof. En ze waren een beetje vrijzinnig geworden. En daarom ging het niet zo goed tussen de echte Joden en de Samaritanen. Ze waren altijd goede Samaritanen, want denken we eens aan die aan tien Melaatse die genezen. En Jezus, tien Melaatse gaan naar Jezus, Heer, genees ons. En ze werden genezen. En een van hen ging terug om Jezus te bedanken. Hij was een Samaritaan. En denk ook eens aan die man die van Jeruzalem naar Jericho ging. Er kwam een priester langs en die maakte een grote boog. Hij deed niks. En er kwam later nog een leviet, ook een beambte van de tempel. Maakte een grote boog, maar deed niet. En toen kwam er ook een ander langs en dat was een Samaritaan. En die ging van zijn ezel af en zette de gewonde daarop en bracht hem naar de herberg en zei, zorg goed voor hem, ik kom volgende week terug en als je dan uitgaven hebt, zal ik het je vergoeden. Ja, dus hij had ook goede Samaritaan. Put van Jacob, de bron van Jacob, water in de woestijn. Water is een levend iets en ja, voor vee en voor de mensen. En de inwoners en in Sichar, ja, de vrouwen gingen dus naar de put van Jacob om er water te putten. 'S Morgens of 's avonds had ze het een beetje koud. Maar er was ook een vrouw die ging altijd overdag. Ze kon het niet zo goed vinden met die andere vrouwen. We zullen horen waarom. En op dat moment, op een middag, kwam Jezus daar ook langs door Sichar. Hij ging naar Galilea en kwam dus langs Sichar en natuurlijk bij de put. Uitrusten, een beetje water drinken. En toen kwam die vrouw daar ook. En toen zei Jezus tegen haar vrouw, geef mij een beetje water om te drinken. En dan zegt die vrouw, u bent Jood, u praat met mij, een vrouw. Het was niet de gewoonte dat mannen tot vreemde vrouwen spraken. En toen zei Jezus, als u eens wist wie dit vroeg, dan zou u hem water hebben gevraagd. En hij zou u levend water hebben gegeven. Wel, die vrouw kwam daar met haar kruik en die zette die kruik neer. En zo kwamen ze in gesprek. En dan zegt Jezus op een gegeven moment tegen die vrouw,
ga uw man halen. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. En zegt Jezus, dat heeft u goed gezegd. Want 5 mannen heb je gehad. En die waarmee je nu bent, is je man niet. En die vrouw die zei, ik zie dat u een profeet bent. Dat u dat allemaal weet. En die vrouw die was een beetje... En die ging terug naar de stad. En die zei, kom eens kijken, bij de put zit iemand die weet alles van mij. Zou hij niet de Messias zijn? Vroeg ze dus, zou hij niet de Messias zijn? En de mensen gingen allemaal naar de put om te kijken wie die man wel was. En ja, Jezus sprak tot hen en toen zeiden ze, blijf bij ons, Heer, want u heeft ons wat te vertellen. En zo is hij 2 dagen daar gebleven. En wat het mooie is eigenlijk van die vrouw, want ze was naar de stad gegaan, maar ze was zo slim geweest. Ze had haar kruik bij Jezus laten staan. Die kruik was leeg. En die vrouw dacht en hoopte dat Jezus misschien haar kruik zou vullen met levend water. Dan hoefde zij nooit meer terug te komen hier bij die put. En dat zou ze wel leuk vinden. En daarom had zij haar lege kruik bij Jezus neergelaten. En of Jezus die kruik gevuld heeft, weet ik niet. Maar wat staat ook niet verteld. Maar wat wel belangrijk is, dat geloof van die vrouw. Eerst was Jezus gewoon een Jood. U als Jood vraagt mij. En dan, u heeft niet eens een emmer om water te putten. En dan zegt ze, Rabbi. En dan later, ik zie dat u een profeet bent. Omdat u dat alles weet van mij. En dat ik 5 mannen heb. Ik zie dat u een profeet bent. En dan gaat zij de mensen in de stad roepen. En die komen allemaal naar Jezus toe. En die erkennen Jezus als de Messias. Degene die gekomen is om de wereld te verlossen. En de mensen kwamen naar Jezus toe en zij erkenden hem als de Messias, degene die gekomen was. En zij hoopten dat hij al die lege kruiken zou vullen met dat levend water wat hij hen beloofd had. Ik zal u levend water geven en u zult nooit meer dorst krijgen. Laten wij als deze vrouw vol geloof ook onze lege kruik bij hem laten staan in de hoop en in het geloof dat Jezus onze lege kruiken zal vullen met dat levend water dat wij allereerst al ontvangen hebben bij het heilig doopsel. Het doopwater is een voorafbeelding van dat levend water wat Jezus ons zal geven. En vragen wij net als die Samaritaanse vrouw met haar lege kruik, dat ook wij meewerken om ons geloof te doen groeien, zodat God onze lege kruiken vervult. Amen. Shalom.